Goedenavond en welkom bij het nieuws van RTV Arnhem van dinsdag 6 januari. Met onder meer koperdieven actief bij het spoor. Arnhemse moskeeën ontvangen dreigbrieven. En fusie van bibliotheek en Volksuniversiteit. Sinds nieuwjaarsdag moet er in de binnenstad van Arnhem ook tussen 6 uur en 11 uur 's avonds parkeergeld betaald worden. Er zijn 32 nieuwe machines geplaatst, maar daarvan zijn er 6 uitgevallen. De meeste problemen liggen bij pintransacties en het uitdraaien van bonnetjes. Ook de software laat hier en daar te wensen over. De gemeente Arnhem werkt eraan dit probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. De Arnhemse moskeeën aan de Sonsbeek-Singel en aan de Van Oldenbarneveldstraat in Arnhem ontvangen regelmatig dreigbrieven, soms vergezeld van een stuk varkensvlees. Sinds de oproep van PVV-aanhangers op Facebook om moskeeën in brand te steken, worden de gebedsruimte extra in het oog gehouden. De woordvoerder van de moskee aan de Van Oldenbarneveldstraat vindt dit angstwekkend. Volgens Bahadin Boudak, voorzitter van de Islamitische Unie in Arnhem, moet de gemeente Arnhem meer aandacht geven aan de veiligheid van Arnhemmers met een islamitische achtergrond. Volksuniversiteit Arnhem en Bibliotheek Arnhem zijn met ingang van 1 januari gefuseerd. Onder de vlag van een leven lang leren bundelen de organisaties hun deskundigheid en krachten en wordt een breed en actueel aanbod van informatieve, educatieve en culturele activiteiten aangeboden. Om het samengaan te vieren kunnen cursisten van de Volksuniversiteit en leden van de bibliotheek profiteren van feestelijke aanbiedingen. Zo krijgen bibliotheekleden 10% korting op cursussen, workshops en lezingen van de Volksuniversiteit. En cursisten van de Volksuniversiteit kunnen een gratis abonnement van 3 maanden krijgen bij de bibliotheek. Koperdieven waren maandag weer eens actief in de buurt van Arnhem. Het treinverkeer tussen Dieren en Arnhem werd in de middag platgelegd, doordat na de diefstal van koper mankementen waren ontstaan. Reizigers moesten via Utrecht omrijden. De herstelwerkzaamheden waren van korte duur. Omstreeks 17:45 meldde de NS dat er weer treinen van en naar Arnhem reden. De tijdelijke ijzeren noodtrap van en naar de fietsenstalling op het NS-station Arnhem blijft tot in de zomer in gebruik. Daar zijn veel klachten over en wij vroegen voorbijgangers wat zij ervan vinden. Bekendgemaakt dat de trap nog tot ongeveer de zomer blijft staan. Wat vindt u daarvan? Het is niet zo prettig om over te lopen. Vooral 's avonds als je dan in je eentje loopt, dan denk ik... Misschien gaat er wel iets stuk of zo. De trap beweegt ook heel veel. Ja, hij beweegt en je blijft er makkelijk aan haken. En het is een beetje ongelijk. Maar ja, ik ga er wel vanuit dat het stevig genoeg dat het voldoet aan de eisen. De trap die hier staat, voor veel mensen vinden het een wiebelig en akelige trap om overheen te lopen. Wat vindt u ervan? Ik heb er niet zo'n probleem mee. Ik vind het prima zo. U heeft geen last gehad van wiebelende treden? Of? Nee hoor, nee. De trap waar we hierop staan blijft nog ongeveer tot de zomer staan. Veel mensen zouden er last van hebben omdat het te wiebelig is. Heeft u er ook last van? Ik heb me niet echt vervelend gevoeld op deze trap. Dus ik voel dat de planken een beetje heen en weer gaan, maar ik voel me niet onveilig. Voorzitter Bart van Meer van het ondernemerscontact Arnhem, oftewel OCA, vindt dat de ondernemers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun stad. RTV Arnhem vroeg hem hoe hij dat ziet. Hoe ziet u als voorzitter van het OCA de stad Arnhem? En hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar? Nou ja, om te beginnen met het terugkijken. We hebben natuurlijk hele mooie dingen meegemaakt in de stad. Herdenking in september is natuurlijk heel bijzonder geweest. Dat we dat als Arnhem zo groot en mooi hebben kunnen vieren met heel veel mensen. Rosette is uitgeroepen tot het mooiste gebouw, het beste gebouw, het mooiste interieur. De bibliotheek heeft ook weer een forse prijs gekregen. Dus een aantal dingen gaan heel goed in Arnhem. En een aantal dingen minder. We hebben natuurlijk een centrum van de binnenstad waar het echt niet goed loopt en waar we echt wat aan moeten doen. En dat vergt van ieder de nodige kracht om daar wat mee te gaan doen. En wie zou dan uiteindelijk het voortouw moeten nemen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik zie dat veel ondernemers wijzen naar een gemeente. En een gemeente heeft inderdaad ook instrumenten om iets te doen. Bijvoorbeeld een bestemmingsplan waarmee je een gebouw wat nu leeg staat voor verschillende doeleinden kunt gaan gebruiken als je het bestemmingsplan wijzigt. Maar wat ondernemers niet moeten vergeten is dat ze zelf ook het nodige kunnen doen. Als een ondernemer alleen maar kijkt naar zijn eigen bedrijf, bezighoudt met zijn eigen winst, zijn eigen omzet, het welzijn van zijn personeel, wat overigens hele prima belangen zijn, daar is niks mis mee, dan doet hij zichzelf tekort, maar ook de stad tekort. Een ondernemer moet er ook voor in zijn om daadwerkelijk iets voor de stad te doen, iets terug te geven aan de stad. Maar ja, ondernemers moeten toch ook vaak zelf het hoofd boven water zien te houden? Natuurlijk. En dat zijn hele moeilijke tijden en daar is ook alle waardering voor dat iemand zich daar volop bezet moet inzetten. Maar als je dan alleen maar kijkt naar je eigen bedrijf en niet kijkt wat je bijvoorbeeld samen met andere bedrijven zou kunnen doen. Of als je zegt ik zou de stad qua sfeer kunnen verbeteren, zou ook mijn bedrijf dat op den duur ten goede kunnen komen. Mag ik u een voorbeeld geven? Ik maak deel uit van Dirk Zwager Advocaten. Wij zoeken altijd jonge mensen die uit Amsterdam komen, Utrecht, Groningen, you name it. Die mensen moet je wat te bieden hebben als stad. Die komen naar Arnhem omdat Arnhem een culturele hoofdstad is. Omdat Arnhem leuke winkels heeft en leuke horeca heeft. Als dat allemaal zou vervlakken, dan zou dat misgaan. Dat is even de reden waarom wij als Dirkswagen bijvoorbeeld veel investeren in cultuur. En ik zou heel graag willen dat andere bedrijven iets soortgelijks oppakken om het investeringsklimaat en ondernemersklimaat beter te maken. Daar heb je zelf ook profijt van. Daar hoort ook een beetje wonen in de binnenstad boven de winkels bij. Maar daar ben ik een groot voorstander van. Natuurlijk, als je die stad leefbaarder kunt maken, doordat je er meer mensen laat wonen, het zullen veelal studenten zijn, maar dat hoeft niet, is dat alleen maar een pre. Er wordt nu wel begonnen, hè? Het paradijs wordt ontwikkeld naast de kerk. Dat worden mooie woningen. Nou, we moeten hopen dat er weer een populatie komt in die binnenstad, waarin die binnenstad ook niet meer zo doods is als je daar na 6 uur loopt. Maar dat het ook daadwerkelijk iets te doen is, omdat er mensen wonen. Prima initiatief. Is het ook een stad die een beetje op een hellend vlak verkeert op dit moment? Nee, dat zeg ik. Het is wel een stad die zich kenmerkt samen met andere steden in problemen. Als ik een Amersfoort noem, als ik een Alkmaar noem, dan zie je dat daar dezelfde ketens terugkomen, de blokkers van deze wereld. En ik vind dat je je als stad moet profileren. Dat is een goed voorbeeld. Een klein aantal ondernemers in 7 straatjes hebben zich de 7 straatjes genoemd. Het gebied de 7 straatjes, de analogie van de Amsterdamse 9 straatjes. Dat zijn goede voorbeelden waarmee je als binnenstad kunt profileren ten opzichte van andere steden. De grote ketens zullen er altijd zijn, moet je koesteren. Maar het gaat met name ook om die unieke winkeltjes waar je een beleving kunt vinden. Ik zou dat heel mooi vinden als we daar meer op dat pad gaan. Maar meneer Vermeer, zitten we niet allemaal op een eilandje en kijken naar elkaar en doen niks? Dat is precies wat ik zeg. Als je op een eiland zit en alleen maar kijkt naar je eigen cijfers, naar je eigen werknemers, ben ik ervan overtuigd dat dat niet de goede weg is. Je moet juist kijken wat er de buitenwereld gebeurt. Waarmee kan ik me versterken? En misschien, zo zit het vaak in het leven in elkaar, zul je eerst moeten geven voordat je kunt nemen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als je geeft, er altijd iets voor terugkomt. En wat zal uw rol bij het OK zijn? De rol van OK is dat ik ondernemers wil stimuleren om verder te kijken dan hun bedrijfsneus lang is. En te kijken wat er te doen is in Arnhem. En ik ben ervan overtuigd als iedereen het belang van Arnhem onderstreept als interessante, mooie, gezellige stad die veel te bieden heeft, dat je eigen bedrijf ten goede komt. En dan het weer. Het bleef vandaag bewolkt en droog in Arnhem. Vanmiddag steeg de temperatuur tot maximaal 4 graden en was de wind matig. Vanavond neemt de kans toe op natte sneeuw. En vannacht is het bewolkt met kans op motregen en koelt het af tot ongeveer 2 graden. Morgen kunnen we iets meer de zon gaan zien met een maximum temperatuur van 6 graden. We wensen u nog een fijne avond en heel graag tot morgen.